De online videotraining is heel uitgebreid, heel volledig. Want het gaat natuurlijk niet alleen om YouTube, maar hoe verspreid je het op social media? Maar hoe maak je ook een video voor je eigen online cursus? Het laat gewoon heel veel kanten zien van videomarketing. En je kunt dat beetje bij beetje in je eigen tijd, op jouw tempo verkennen. Maar het is gewoon gelijk heel volledig en goed. Dus je pakt het gelijk goed aan. Dus houd je net als ik van nieuwe dingen leren, innoveren voor je bedrijf, meegaan met de tijd. Dan is dit gewoon heel geschikt. En sluit het aan op ja, waar je staat. Ja, je wordt gewoon echt goed meegenomen. Mijn naam is Brenda Seré en mijn bedrijf heet Branding Diva. Mijn levensmotto is dat je het leven mag kleuren. En daar help ik ook andere mensen graag mee. Het gaat niet alleen om branding bij mij, personal branding, maar ook om je boodschap. Dus wat is nou bijzonder aan jou? Waarom doe je wat je doet? Wat zijn alle facetten aan jou? En wat laat je terugkomen op social media en je website? Ja. Ik heb een aantal jaar geleden besloten om met video te gaan werken. Ik zag dat van andere mensen voorbij komen en zag ook een video van Noor. En dat sprak me enorm aan, leuke energie. En het ging over een trainingsdag. Ik dacht, ja, dat is wat voor mij. Dus dat was mijn eerste kennismaking met Noor. En ja, dat smaakte naar meer. Ik wilde meer leren op mijn eigen tempo, in mijn eigen tijd. Dus toen ben ik de online videotraining gaan volgen. En daar kijk ik nog wel eens in. Dat ik even denk, oh ja, hoe kan ik dat doen? Op YouTube iets doen. Leuk aan Noor is dat zij doet wat ze zegt. Dus zij probeert zelf dingen uit. En doet dat meteen op een professionele manier. Ziet waar kansen liggen. Gaat ook echt dingen uitpluizen en heel goed aanpakken. En ja, daardoor loop je met haar mee. Dus ik volg haar graag. Kijk ook in nieuwsbrieven van waar staat ze nu, wat doet ze. Wat ik merk van de video's die ik inzet voor mijn bedrijf Branding Diva, is dat mensen niet altijd bijvoorbeeld een like geven of een reactie, maar wel kijken. Dus je hebt veel views en je ziet het ook terug in je webbezoekers. En uiteindelijk ook bijvoorbeeld in gesprekken met mensen, dat ze iets hebben gezien. Dus je komt gewoon volgens mij sneller voorbij. En dat vind ik al heel waardevol. En ik houd heel erg van afwisselen. Ik houd er niet van om altijd op één manier zichtbaar te zijn. Daar kijk ik ook met mijn klant altijd naar, van hoe kun je het voor jezelf fijn houden. En ja, dan is video ook een middel om in te zetten. Laatst zag ik mijn eerste video terug. Dat is echt van 7 jaar geleden. En als ik kijk naar mijn ontwikkeling nu, is er echt wel een verschil. Ook omdat het veranderd is in de tijd en ik word ook ouder, zeg maar. Maar ik voel me er vaak ook wel ontspannen bij. Ik ben ook part-time in dienst bij een bedrijf, bij een organisatie. Daar vlog ik veel, dus daar ben ik de reporter. En ik merk gewoon dat ik dat hartstikke leuk vind. En dat ik gewoon dan de juiste vragen weet te stellen. Het kan editen. En dat had ik 7 jaar geleden nooit gedaan. Had ik heel spannend gevonden. En nu denk ik, ja, dit is gewoon leuk. Ik kan mensen een stem geven, in beeld brengen, succesverhalen delen. Belangrijk dat je jezelf de ruimte geeft om een beetje te oefenen. Het hoeft niet allemaal perfect. Mijn video's vind ik nog steeds niet perfect, maar ik doe het wel. Ja, en dat is belangrijk. Geloof gewoon dat het ertoe doet wat jij te delen hebt. En ook dat het gewoon leuk is. Het is spelenderwijs leren, dat mag ook. Ja, je kunt het zelf.